Majesteit, meneer de minister-president, excellenties, dames en heren. Op deze bijeenkomst treden twee vragen prominent op de voorgrond. De eerste, naar de titel van dit symposium, luidt: kan de staat denken? Het is de vraag naar de behoefte aan kennis bij de vorming van regeringsbeleid en algemene de vraag naar het nut en noodzaak van denktanks. De tweede vraag voeg ik er zelf aan toe. Als adviesraden niet bestonden, zouden ze dan worden uitgevonden? Op de WRR toegespitst, zou de WRR, 35 jaar geleden opgericht in een stemming van wetenschappelijk en politiek optimisme, heden ten dagen, als hij niet bestond, in het huidige politieke klimaat worden of moeten worden ingesteld? Dit is de vraag naar het bestaansrecht van de WRR en vooral een vraag naar een objectiveerbare behoefte aan wetenschappelijke advisering in politiek en bestuur. Beide vragen wil ik vanmiddag aan de orde stellen. Maar bij de eerste vraag natuurlijk veel gemakkelijker valt te beantwoorden dan de tweede. Kan een staat denken? Mijn eerste reactie is nee, natuurlijk niet. Evenmin als de stad een gedicht kan schrijven of de buurt een roman. Men moet voorzichtig zijn met de personificatie van sociale systemen. Maar kunnen de mensen die gezamenlijk een staat vormen wel denken? Kunnen politici en bestuurders nadenken over toekomstig beleid of reflecteren op hun eigen beleid? Wat en hoe denkt het denkende deel der natie? Of het denkende hart van een politieke gemeenschap? Zo gesteld werkt het thema van dit symposium spannende nieuwe vragen op. De psycholoog Freida heeft eens het vermogen van computers vergeleken met het denkvermogen van mensen. Hij stelde de eerste vraag: kunnen computers denken? En zijn antwoord was nee. Denken impliceert zelfreflectie en creativiteit. Het openen van nieuwe, nog niet begane, maar slechts bedachte wegen. En op de vraag of mensen kunnen denken, antwoordde hij: ja, maar slechts een heel klein beetje. En dat weinige is overigens wel voldoende om een in positieve zin het samenleven te beïnvloeden. Het optimisme over de benutting van wetenschappelijke kennis lag ook ten grondslag aan de oprichting van menige denktank. En deze vanzelfsprekendheid bestaat nog steeds. Politieke partijen in veel landen hebben hun eigen denktanks. Hirsi Ali ging naar Amerika om te werken bij het American Enterprise Institute. En wereldwijd wordt dit gezien als een belangrijke stap in haar carrière. Kennis is immers macht. Kennis, in het bijzonder wetenschappelijke kennis, is niet meer weg te denken uit het regeringsbeleid. Toen in Engeland de Monte Clausus uitbrak, lag er een wetenschappelijk gefundeerd scenario klaar om de epidemiologische gevolgen ervan zo snel mogelijk en zo effectief mogelijk in te dammen. In de vergelijkbare crisissituatie in Nederland, na de ramp in Tsjernobyl, was toenmalig minister Wilsemius met zijn staf in staat om zeer snel de juiste schattingen te maken van de dreigende gevaren. En mede daardoor werd het crisisbeleid aanvaard. En bij de uitbraak van SARS spelen wetenschapsbeoefenaren een prominente rol bij de te nemen beslissingen en het te voeren beleid. Wetenschappelijke inzichten geven legitimiteit aan bestuur en beleid. Toch had de oprichting van de WRR in vergelijking met andere denktanks iets bijzonders. Hij is niet partijgebonden, heeft een onafhankelijke status op enige afstand van de regering en kan zelfstandig de onderwerpen kiezen waarover wordt geadviseerd. Of in mijn eigen woorden, het typische van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is dat hij niemand boven zich heeft, zoals ambtenaren altijd de minister boven zich hebben. Hij heeft niemand achter zich, zoals politici steeds over hun schouders moeten blijven kijken naar het electoraat. Of het electoraat hen nog wel wil volgen. En de WRR heeft bijna niemand onder zich, zoals grote onderzoeksinstituten soms opdrachten moeten aannemen om hun personeel in dienst te houden.
Deze kenmerken geven de WRR een unieke positie en de vraag naar het bestaansrecht van zo'n adviescollege zal deze onafhankelijkheid mede in beschouwing moeten nemen. Mijn antwoord op de intrigerende vraag of de WRR thans nog zou worden opgericht, stel ik echter even uit. Eerst wil ik stilstaan bij veranderingen in de afgelopen periode van 35 jaar, in het bijzonder naar de lotgevallen van wetenschappelijke kennis in relatie tot politiek en samenleving. Het optimisme waarmee in 1972 vanuit het beleid, of ruimer, vanuit de politiek naar de wetenschap en naar wetenschappelijke kennis werd gekeken, is niet los te denken van de toenmalige status van de wetenschap en van het daarop gebaseerde idee van rationele, planmatige, gestuurde beleidsvorming. In de wetenschap werden neopositivistische opvattingen, onder andere over het onderscheid tussen normen en feiten en tussen normatieve uitspraken en feitelijke beweringen, door een grote meerderheid van de wetenschapsbeoefenaren aanvaard. Wetenschappelijke kennis had een streepje voor op alledaagse of ervaringskennis. Met Popper's demarcatielijn van falsifieerbare kennis lag wetenschappelijke vooruitgang in het verschiet. En die vooruitgang werd geprojecteerd op beleidsvorming voor de toekomst. Ook in het regeringsbeleid kon met behulp van wetenschap steeds beter, steeds rationeler en steeds effectiever worden gemaakt. Het leek de Olympische Spelen wel. Steeds hoger, sneller en krachtiger. De zogenoemde maakbaarheid van maatschappelijke processen werd wetenschappelijk gevoed. Zoals heden ten dagen een andersoortige maakbaarheid van het individuele gedrag wederom wordt gestimuleerd door steeds nieuwe bevindingen op diverse wetenschapsgebieden. Dat de praktijk van die rationele beleidsvorming en toekomstverkenningen al snel tegenviel, moest ervaringsgewijze nog worden ondervonden. En ook de opdracht tot het maken van toekomstverkenningen getuigde van deze rationaliteitsassumptie. Wie nu de WRR-studie ter hand neemt uit 1977, getiteld De komende 25 jaar, waaraan het toenmalige puik van de Nederlandse wetenschapsbeoefening op talloze gebieden zijn bijdrage heeft verleend, moet constateren dat vele maatschappelijke ontwikkelingen in die 25 jaar eenvoudigweg niet voorzien zijn en wat wel voorspeld werd, heeft niet plaatsgevonden. Maar dat komt in de beste wetenschappelijke families voor. Er is tussen 1972 en nu veel veranderd. Zowel in de wetenschap als in de politiek en in de samenleving. De verandering in de samenleving kan men aflezen aan de wisselende onderwerpen waarover de WRR heeft geadviseerd. In het prestige van wetenschappelijke kennis is niet eens zo heel veel veranderd. Wel in het kennisbegrip zelf en in de opvattingen over de totstandkoming van kennis. Het zijn die laatste veranderingen die het geloof in de wetenschappelijke advisering van het regeringsbeleid rechtstreeks beïnvloeden. Allereerst wat er met betrekking tot de wetenschap niet is veranderd. Mij valt op dat de groei van wetenschappelijke kennis op bijna alle terreinen van wetenschap in de afgelopen periode heel groot is gebleven. In die trein van toename van kennis, die trein dendert door, niet gehinderd door culturele of religieuze taboes. Overal vindt belangrijke kennisvermeerdering plaats die in industriële producten, in landschapsvorming en stedenbouw, in velerlei nieuwe technologieën, in economie en ecologie, in voedingsgewoonten en gezondheidszorg hun weg vinden. Het optimisme en de maatschappelijke betekenis van wetenschappelijke kennis is naar mijn mening niet heel erg sterk veranderd. Wat wel veranderd is, is het optimisme om die kennis direct te benutten in overheidsbeleid. En toch is de status van wetenschap, ondanks deze continue maatschappelijke impact, veranderd. En de volgende factoren spelen daarbij, naar mijn mening, een rol. Ongeveer vanaf 1970 kwamen de premissen van de neopositivistische wetenschapsopvatting
onder vuur te liggen. Wetenschappelijke vooruitgang is geen interne aangelegenheid van de wetenschap zelf, maar is mede afhankelijk van een groot aantal maatschappelijke factoren. De postpositivisten die na Popper kwamen, te beginnen met Thomas Kuhn, relativeerden een aantal scherpe dichotomieën. Bijvoorbeeld tussen natuur en cultuur, tussen normen en de vaststelling van feiten, tussen afstandelijke wetenschappelijke kennis en de ervaren werkelijkheid. Relativeren wil nog niet zeggen dat die onderscheidingen geheel onhoudbaar, laat staan onbruikbaar, blijken te zijn. De discussie daarover duurt tot de dag van vandaag voort. Maar wetenschap wordt vanaf de jaren 70 en 80 meer en meer gezien als socially embedded. En staat niet meer op een onwankelbaar voetstuk. Wetenschap wordt gezien als mensenwerk. De onderzoekingen, onder andere van Latour, naar de fabricage van kennis in diverse kennisfabrieken, bijvoorbeeld de Franse Raad van State, een biomedisch lab in Californië, naar de gegevensverwerking in de sterrenwacht of de ontwikkeling van het publiek transportsysteem. Al die onderzoekingen hebben hiertoe bijgedragen. Daarmee wordt de wetenschappelijke kennis ook voor buitenstaanders gemakkelijker kritiseerbaar en wordt de interne corrigeerbaarheid van wetenschappelijke kennis problematischer. En vooral de sociale wetenschappen blijken voor deze wetenschapsinterne veranderingen uiterst gevoelig te zijn geweest. Over weinig zaken is men het in die wetenschappen nog met elkaar eens. Wanneer het inzicht in de totstandkoming van en de instandhouding van kennis groeit, wordt die wetenschappelijke kennis ook gezien als onderdeel van maatschappelijke posities en maatschappelijke belangen, die daarmee eveneens gemakkelijker kritiseerbaar wordt. Niet op grond van inhoudelijke argumentaties, maar op grond van meer of minder expliciete ad hominem argumenten. De kenmerken van de maker of de maakster van kennis worden op de korrel genomen en niet de inhoudelijke redenaties en aangedragen feitencomplexen. Ik observeer dat de WRR hier de laatste tijd meer last van heeft gekregen dan bijvoorbeeld in de beginfase van haar bestaan. Men kan natuurlijk volhouden dat ook vroeger de wetenschappelijke producten niet waardevrij werden afgeleverd en dat de toenmalige makers en maaksters eveneens maatschappelijke posities innamen. Maar de explicitering van de maatschappelijke inbedding van kennisproductie vereist een andere houding in de omgang met kennis en wetenschap. En niet iedereen is daaraan gewend. Hetgeen kan verklaren waarom men vaak ambivalente en paradoxale verwachtingen heeft van wetenschap. Ofwel men verwacht nog steeds heel erg veel van de wetenschap, ofwel men vindt het maar niks. Vooral als de uitkomsten niet overeenstemmen met de bestaande en geliefde opvattingen. Deze opmerkingen slaan niet slechts op beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek, maar ook op het universitaire onderzoek dat eveneens veel minder absoluut en waardevrij kan worden genoemd dan men in de optimistische jaren 60 en 70 nog aannam. Niet alleen zijn onze opvattingen over waardevrijheid veranderd, het wetenschappelijke onderzoek zelf is veranderd en zelf minder absoluut en minder waardevrij geworden. Wetenschap, economie en samenleving zijn meer verweven geraakt dan vroeger het geval was. En het heeft mede tot effect gehad dat wetenschap nu meer en meer beoordeeld wordt naar zijn economisch nut en naar economische maatstaven en veel meer onderzoek in opdracht uitgevoerd. En daarmee komt het maatschappelijke belang van onafhankelijk onderzoek soms in het gedrang. Maar onafhankelijkheid van wetenschap is, eigenlijk net als de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, voor een democratische samenleving die wil blijven denken, de denkende staat, van groot belang. De hier genoemde veranderingen waren vooral wetenschapsintern van aard. Externe factoren hebben ook bijgedragen aan de veranderingen in de opvattingen over kennis. Het kennisbegrip is verbreed door de invoering van de informatietechnologie. Bijna alles
Althans, heel veel wordt thans kennis genoemd. Van een eenvoudige webpagina tot de mooiste kenniscentra. Ik werd laatst uitgenodigd voor de opening van een gloednieuw kenniscentrum van een advocatenkantoor. En het bleek de oude bibliotheek te zijn, maar nu uitgerust met veel nieuwe online verbindingen. In onze kennissamenleving is tenminste het gebruik van het woord kennis exponentieel toegenomen. Maar daarmee is het zicht op de inhoud van de kennis, de content, enigszins zoek geraakt. Kan kennis nog van informatie worden onderscheiden? Kan alle informatie zomaar kennis genoemd worden, ook als men iets niet met die informatie doet en alleen maar in het geheugen, ik bedoel nu in het geheugen van de computer, opslaat? Is er een pragmatische afbakening mogelijk van kennis en informatie, van tacit knowledge en explicit knowledge? Ik hoor af en toe ook belangrijke leiders van industriële bedrijven vaak zeggen, als ware wijze uit het oosten, kennis zit in uzelf. Iedereen is kennisdrager. En in zekere zin is dat toch waar ook. Maar dan zou iedereen ook mee kunnen doen aan de verdere uitbouw van kennis en kunnen bijdragen aan de verdere wetenschappelijke verwezenlijking van de humane samenleving. Hebben we dan nog wel denktanks nodig met zoveel opgeslagen kennis in onze geheugens van de computers? Hebben we nog wel denktanks nodig als iedereen zich kan laven aan de boom van kennis? De verandering van het kennisbegrip en de betekenis van kennis draagt zodoende bij aan de delegitimering van wetenschappelijke kennis. Tenzij die maar heel ver afstaat van de dagelijkse leefwereld, zoals de verre velden van de snaartheorie of de celbiologie. Naast de verbreding van het kennisbegrip kan ik ook een versmalling van dit begrip waarnemen. Deze versmalling is nu aan de gang en wordt eveneens in het betoog over de kennissamenleving opgenomen. Kennis wordt dan versmald tot economisch nuttige kennis. De nadruk op economisch benutbare kennis was er vroeger ook wel, maar het verschil met thans is dat deze benutbare kennis wordt losgekoppeld van de traditionele instellingen van cultuur en wetenschap, die weliswaar niet op afroep direct nuttige kennis produceerden, maar wel zorgden voor een wetenschapsgeoriënteerde cultuur, waaruit vele nieuwe ontdekkingen en andere creatieve activiteiten konden voortvloeien. Zelfs de Lissabon-doelstellingen dreigen versmald te raken. Bijvoorbeeld tot de doelstelling als 60% van de bevolking tussen 21 en 27 jaar dient minimaal een hbo-diploma te behalen. Als je nu voor een hbo-diploma zo ongeveer een IQ nodig hebt van 110 tot 120... kan men zelfs uitrekenen dat het niveau van dit tertiaire onderwijs wel omlaag moet gaan, als we 60% van de jonge generatie op dat niveau wil krijgen. Met andere woorden, een te eenzijdige of een te directe doelstelling kan het behalen van een algehele verbetering van het kennispeil in de samenleving ondermijnen. Een opvatting van een kenniscentrum als een oude, vrij autonoom werkende universiteit, waar vrijheid en vrij onderzoek mogelijk blijft, kan mogelijkerwijs meer bijdragen aan de groei van kennis dan jaarlijkse targets, uitgedrukt in het aantal diploma's of in het aantal pagina's of andere economisch gedetermineerde streefgetallen. Ten slotte speelt de technologie als externe aanjager van kennis ook een rol in de verandering van het kennislandschap. Men kan proberen via een luid en duidelijk moreel appel het gedrag van mensen te veranderen of te verbeteren. Maar wellicht kunnen technologieën het gedrag efficiënter sturen. Wil men om klimaatredenen de 100 km snelheidsgrens op de wegen beter doen naleven, dan kan men dit doel gemakkelijker bereiken door slim werkende snelheidsbegrenzers in alle auto's aan te brengen, dan moeizaam met gezwaai en witte politieauto's de normen en de bedreigingen het gedrag van burgers aan de doeleinden aan te passen. Beter een auto die niet gaat rijden bij zwaar alcoholgebruik
dan drie maandelijkse voorlichtingscampagnes. Als we deze veranderingen in deze tekort geschetste lotgevallen van kennis en wetenschap overziet, wordt het antwoord op de vraag naar de behoefte aan wetenschappelijke advisering voor het beleid er niet gemakkelijker op. Het veranderende politieke klimaat werkt ook niet mee. Mede onder invloed van de media zoeken politici en bestuurders hun burgers zelf graag op. Ze oriënteren zich meer op de straat en het electoraat dan op de traditionele kaders van de staat. En daarmee lijkt ook de politiek minder aandacht te hebben gekregen voor, of misschien ook wel minder behoefte te hebben aan, stevige wetenschappelijke rapporten van een uit het land van ooit stammende adviesraad. De bekende associaties bij die rapporten zijn altijd te dik, onleesbaar, over de hoofden heen fluitend. Aan deze als negatief ervaren eigenschappen kan natuurlijk iets gedaan worden. Maar de fundamentele vraag blijft: hebben de huidige politici en bestuurders voor hun eigen beleid en beslissingen nog veel te winnen bij het inwinnen van wetenschappelijke adviezen? Dit lijkt me de hamvraag die ook op deze feestelijke middag met een vleugje Thanksgiving Day niet te vermijden is. Ik wacht nog even met mijn antwoord, want het is zinvol eerst in de helikopterview terug te kijken op de doorwerking van de WRR-rapporten in het regeringsbeleid of ruimer in wetenschap en samenleving. Dit onderwerp, de doorwerking van de WRR-rapporten, is eigenlijk te zwaar voor zo'n lichte inleiding. De doorwerking van deze specifieke soort wetenschappelijke advisering, vrij uniek in de hele wereld, is nu zelf onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Er zijn twee PhD-studies over dit onderwerp onderweg. Ik kan voor een noodzakelijke terugblik slechts afgaan op observaties en eigen participaties. En voor een beoordeling van de bijdrage van de WR heeft steeds gegolden en geldt ook nu weer: resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch kan de WRR, zonder enige overdrijving of chauvinisme, op resultaten in het verleden terugzien. Het is ondoenlijk om alle 79 rapporten in die 35 jaar te typeren en de talrijke achtergrondstudies daarbij, maar een bepaald patroon tekent zich af indien men naar de terugkerende onderwerpen kijkt waarover is geadviseerd. Ik geef een aantal voorbeelden. De economische analyses van industriepolitiek en ondernemersklimaat. De veranderende opvattingen over economische groei. De terugkerende, beter gezegd de steeds blijvende problemen rond de arbeidsmarkt, de innovatie en de arbeidsparticipatie. Op dit terrein zijn enkele significante beleidswijzigingen gevolgd op enkele van deze rapporten, waarbij het steeds de vraag blijft: kwam de beleidswijziging erna, erdoor, of was er sprake van een groeiende symbiose van beleid en wetenschap op een aantal kritieke momenten in het regeringsbeleid? Tweede voorbeeld. De analyses op het terrein van landbouw en milieu. Een gebied waarop de WRR naast invloed op het beleid ook de wetenschappelijke wereld een faam heeft opgebouwd. De ruimtelijke en stedelijke ontwikkelingen reken ik ook daarbij. Derde voorbeeld, herhaaldelijke rapporten over de noodzaak van heroverwegingen in de sociale zekerheid. Deze rapporten hadden vaak ook een harde boodschap, waarop pas enkele jaren later concrete beleidsveranderingen volgden. De adviezen over de vergrijzing uit 1999 zijn nog steeds actueel en zouden de bevroren politieke stellingname hierover op grond van wetenschappelijke argumenten en inzichten kunnen openbreken. Vierde voorbeeld, de vele Europa-rapporten en rapporten over het buitenlandse beleid. Waarbij moet worden aangetekend dat Europa en de rest van de wereld nooit af zijn. Waardoor dit type van advisering vooral bestond uit het meedenken en vooral helder formuleren welke beleidskeuzes eigenlijk mogelijk waren en soms dringend gewenst. Volgende voorbeeld, de opvallende om de 10 jaar verschillende rapporten over immigrerende minderheden. Waarbij het vervelende begrip allochtoon, oorspronkelijk in 1938 voor het eerst gebruikt voor Brabantse en Twentse arbeidsmigranten die van het arme platteland
naar Rotterdam vertrokken. Allochtonen waren toen, zoals nu eigenlijk ook, gewone Nederlanders. Dat vervelende woord allochtoon is dus door de WAR gepopulariseerd. Echter, hoe dichter de immigratierapporten bij deze tijd komen, hoe meer discussies ze oproepen. Hetgeen op zichzelf een interessante vraag oproept. De rapporten over de werking van het binnenlandse bestuur, alsmede de adviesstructuur van de overheid. Iets ruimer, de werking van staat en rechtsstaat. Dit lijkt ook een never-ending story. Hoewel er soms goed gekozen analyses, borging van publiek belang, een eigen invloed en betekenis gekregen hebben. Iedereen heeft het nu over borging van publieke belangen. En tenslotte de onderwijsrapporten. Van voortgezet tot hoger onderwijs. Waarbij de aanvankelijke op rotsbodem vallende adviezen jaren later goed gekozen weg blijkt te zijn. Ik doel hier op de introductie van de innovatieve university colleges. Ik ga niet alle rapporten noemen of benoemen, maar wat ik in elk geval opvalt, is dat de aantoonbare doorwerking, die een groot aantal rapporten heeft gehad in het regeringsbeleid, zich vooral kenmerken door een grondige wetenschappelijke analyse, uitgaande van de in de eigen disciplines ontwikkelde theorieën en theoretische inzichten, in combinatie met een goede verzameling empirische gegevens. Op basis waarvan een eigen, soms eigenzinnige, reflectie plaatsvindt op de relevantie van dit alles voor nieuwe mogelijkheden van beleid. En ook een relevantie voor oplossingen voor gevoelde knelpunten. De advisering van de WAR is naar mijn mening het meest geslaagd als er politieke impasses bestonden die moesten worden doorbroken. Vaak door coalitiepolitiek veroorzaakt. Bijvoorbeeld in het voortgezet onderwijs, bij activering van de arbeidsmarkt. Of geslaagd als er op urgentie moest worden aangedrongen, wanneer de politiek te langzaam werkte of onmachtig bleef. In de sociale zekerheid, bij de vergrijzing. Of als er belangrijke, maar verwaarloosde beleidsvelden moesten worden aangewezen. Landbouw, milieu en energievoorziening. En tenslotte als er heldere analyses nodig waren om alle aspecten van door emotie beladen onderwerpen nu eens keurig op een rijtje te zetten. Buitenlandse politiek, de Europa-rapporten en de immigratierapporten. Als de rapporten niet goed vielen of niet bevielen, had de WAR het gedaan. Als ze daarentegen succesvol waren en goed beleid beloofden, had de regering of hadden de politici het gedaan. Succes in beleidskringen heeft immers vele vaders en moeders. Dat geeft niets. Wie daar niet tegen kan, moet geen adviseur willen worden. Maar, ik voeg eraan toe, wie niet naar serieuze adviezen luistert, moet eigenlijk ook geen politicus willen worden. Wanneer rapporten te veel opinierende oogmerken hadden, of soms onderwerpen kozen die niet in het schootsveld van praktisch regeringsbeleid lagen, konden ze geen rimpeling in de samenleving bewerkstelligen. En ook daar zijn mooie voorbeelden van te geven. Ik probeer bij deze wat grove typering een objectiveerbaar criterium te vinden voor de beantwoording van die lastige hamvraag van vanmiddag. Als de WAR niet bestond, zou daar dan nu bij regering en politiek behoefte aan bestaan? Ik wil nog even wachten met mijn antwoord. En ik wil het zoeken naar een deugdelijk en objectiveerbaar antwoord. Tot slot met een voorbeeld, met één voorbeeldje illustreren. Dat voorbeeld is geweld door jeugdigen. De laatste jaren en zeer recentelijk nog hebben zich lelijke geweldincidenten voorgedaan onder jongeren. Op middelbare scholen. In het rampjaar 2003 schoot een leerling een leraar dood op het Terra College. Ik vind deze incidenten minstens net zo schokkend voor de Nederlandse samenleving als de twee bekende politieke moorden, die het politieke klimaat in Nederland drastisch hebben veranderd. Zouden politici en bestuurders nu behoefte hebben aan een wetenschappelijk advies over dit onderwerp, dit hete onderwerp? Is er een objectiveerbare behoefte aan te wijzen? Een gedegen wetenschappelijke analyse, interdisciplinair van aard, van toenemend geweld onder jeugdigen zou verschijnselen aan het licht kunnen brengen die in het beleid vaak over het hoofd worden gezien. Zoals bijvoorbeeld de toename
de toenemende aanwezigheid van kleine handwapens en steek- en vlindermessen onder jongeren, waar vroeger slechts met de vuisten werd gevochten. Daarnaast kan worden gewezen op de dalende prijs van deze wapens en de groeimarkt van deze wapens als een steekhoudende factor. Antropologische kennis zal kunnen wijzen op het eergevoel en de erecodes die met het dragen van messen gepaard gaan. En in het algemeen zou gewezen kunnen worden op de grote verschillen in geweldsfrequenties binnen en tussen staten. Opvallend een verschil tussen Canada en de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Maar ook grote verschillen binnen en tussen regio's en stedelijke gebieden. Vroeger was het platteland het gevaarlijkst. Tegenwoordig zijn de steden het gevaarlijkst. Kortom, er is veel kennis die niet benut wordt. En dat geldt mutatis mutandis, naar mijn mening, eigenlijk voor talrijke andere onderwerpen. De beleidsreactie kan door een wetenschappelijke analyse anders gericht worden en naar mijn overtuiging ook realistischer worden. Want gebaseerd op een grondige kennis van het probleem in kwestie en van de problematische situaties. Als wetenschappelijke advisering zich vooral concentreert op goede gegevens en die gegevens goed en gedegen, maar niettemin redelijk snel analyseert in het licht van verfijnde theoretische inzichten. En wanneer dat niet in de eerste plaats gedacht wordt aan opinievorming, maar zich consequent blijft richten op adequate beleidsopties en oplossingen, als dat allemaal gebeurt, dan levert een dergelijke advisering een wezenlijke bijdrage aan de politiek en aan de bestuurlijke wereld van het beleid, dat menigmaal in zichzelf verstrikt raakt, ofwel door politisering of bevriezing van politieke thema's, die maar niet kunnen leiden tot een verstandig doorhakken van knopen. Als de wetenschappelijke beleidsadvisering deze combinatie van kenmerken bezit, en naar mijn mening hebben de beste rapporten van de WER deze combinatie daadwerkelijk laten zien, Dan zou de WRR ook in de ruige en roerige politieke tijden worden opgericht. Ik bedoel eigenlijk moeten worden opgericht. En met deze twee uitspraken zou worden opgericht, een hypothetische wetenschappelijke uitspraak, en zou moeten worden opgericht, een normatieve uitspraak, heb ik precies de moeilijke opgave van wetenschappelijke beleidsadvisering genoemd. De symbiose van willen en weten, van feit en norm, van wetenschap en harde werkelijkheid. Ik dank u voor uw aandacht.